Ja, ja, die schoten 4-0 achter. Uiteindelijk komt er nog een beetje hoop terug in de ploeg, maar dat was ijdele hoop, denk ik, hè? Ja, nou ja, ik denk dat je altijd erin moet geloven. Maar dat het lastig wordt, dat weet je. Maar ja, je had nog volgens mij een kwartier met 4-2. Het is niet onmogelijk om een 2 in te prikken in een kwartier. Maar we mogen het nooit zo ver laten komen dat het 4-0 wordt. Laat dat duidelijk zijn. Hoe komt het dat dan toch gebeurt? Ja, dat kan ik niet zo nu zeggen. Ik denk dat we dat goed moeten analyseren. Want dat mag gewoon niet gebeuren. Wat mij vooral opviel, zeker in de eerste helft, jij was eigenlijk de enige van de voorste 6 spelers die echt ook een beetje vooruit probeerde te denken. Die echt nog dacht van, nou, we moeten die kant in ieder geval op. Ja, het liep niet lekker. We hadden moeite met inderdaad de vrije man vooruit te vinden. En dat hebben we ook, daar hebben we het over gehad in de rust. En ik denk dat we beter begonnen in de tweede helft. Alleen ja, dan vallen de goals ineens zo makkelijk aan onze kant. Ja, dat is gewoon, eigenlijk, maar het mag gewoon niet gebeuren. Echt niet. Dat ook wel frustrerend moet zijn. Je zegt, er vallen de goals aan onze kant. Je weet dat elke jat een goede trap heeft, maar hij krijgt elke keer wel de ruimte om zomaar weer uit te halen. Ja, en dat moeten we onszelf kwalijk nemen, denk ik. En daar gaan we goed naar kijken hoe dat heeft kunnen gebeuren. Je zegt ook in de eerste helft, ja, het liep niet lekker. We konden de man vooruit niet vinden. Waar heeft dat mee te maken? Ja, ik denk dat onze positionering niet goed was. Ik denk dat we vooral heel druk op het middenveld waren. En dat we voorin, dat daar niet echt de ruimtes lagen voor ons om vrij te komen. Dus het bleef een beetje op het middenveld hangen en voor de rest wisten we het niet echt, denk ik. Opviel was dat het speelveld steeds heel erg klein was. En op het moment dat Excelsior de helft van ADO opkwam, dat er dan ook heel veel gelopen werd met de bal. Heb jij dat ook zo ervaren? Nou, dat tweede weet ik niet eens. Daar heb ik niet echt op gelet als ik eerlijk ben. Maar dat we het klein maakten, dat vond ik ook wel. Nu verlies je dan thuis. Vorige week bij NAC. Ja, had je eigenlijk een soortzelfde wedstrijd waarin je eigenlijk ook wacht tot ADO, of NAC in dat geval, dan richting de helft van Excelsior kan. Dat gebeurde nu ook, maar ja, het was wel een totaal andere inslag. Ja, het was een heel andere wedstrijd. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, ik moet het echt goed gaan bekijken hoe deze wedstrijd was om echt te kunnen analyseren. Gaat het toe bij jou bij Excelsior? Nee, ik heb prima naar mijn zin. En ik denk ook dat we echt veel beter kunnen dan dat we vandaag hebben laten zien. Je pas je ook vrij makkelijk aan, naar mijn bescheiden mening. Ja, ik voel me goed hier.